Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Bloem. Ik hoop dat jullie een leuk Sinterklaasfeest gehad hebben. Misschien dat jullie het nog vanavond vieren. Ja, ik zelf niet, hè. Maar ik ben het wel gewend, mijn andere kleindochters. Ja, die wou het ook, mijn dochter, in het eigen gezinnetje. Ja, vroeger ging het anders. Ik nodig altijd iedereen uit. Mijn broer, mijn schoonzus. Soms nog andere gasten. Mijn ouders natuurlijk. En ja, de tijden zijn veranderd. Dus ja, mijn dochter wil ik altijd met haar gezinnetje doen. En ja, door de breuk van mijn zoon ben ik ook niet, ja, weet ik of ik niet eens Sinterklaasfeest hebben gevierd. Maar ja, dat ging dus ook niet door. Ja, hij is nog maar één, dus hij zal niet veel herinneren. Dus misschien dat ze helemaal niet vierde. Maar goed, het is niet anders. En misschien heeft u wel Sinterklaas gezien, geen idee. Dus ze gaan bijna 6 weken naar januari dus weg naar de Filipijnen. Ex-man gaat 2 weken mee. En ja, dat wordt al een tijd vliegen, hè? 7 uur of zo. Ik kan dat echt niet. Dus met mijn astma ook en ja, zonder te hoesten. Ik hoest echt het hele vliegtuig. Bij elkaar, vooral 's morgens vroeg of 's avonds laat. Dus dat gaat niet. Maar goed, ik had een longtest gehad en ja, het kwam toch uit dat ik minder goed deed uitademen. Het kwam ook echt uit mijn tenen. Ik heb er zo hekel aan, zo'n longtest. Want dan heb je eigenlijk geen adem meer en dan moet je toch nog doorgaan. En ja, het is heel zwaar. Maar ja, het was dus niet goed, dus ik moest naar de dokter vrijdag. En ja, en dan moet ik aankomende vrijdag een longfoto maken, bloed prikken. Dus al die afspraken staan er alweer. Dus voor het eerst een longfoto. Dus we zullen zien allemaal. En ja, ik heb wel wat meer benauwd. En ik vind echt niet dat die pufjes helpen, op het ogenblik. Dus ja, ik ben wel lid van zo'n astma-groep. Dus dan hoor je wel van alles en dan kun je tips geven aan elkaar. En ja, heel veel toppen ermee met dit weer ook. Hè. Zomers gaat veel beter, maar het vochtige weer. En ja, dat is niet echt bevorderlijk. Ik heb wel zo'n luchtreiniger gekocht op de slaapkamer. Dus daar krijg ik wel weer een droge mond van en korstjes in mijn neus en zo, dat soort dingen. Maar goed, juist, ja, astma gaat niet zo goed. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ja, ik denk, ik zou niks ernstig gaan markeren. Dat vermoed ik tenminste niet. Ik heb toch een missie op aarde. Dus ja, ik hou helemaal niet van die onderzoeken. Ik ben nog nooit naar de longarts geweest eigenlijk. Wilt hij eigenlijk misschien wel naartoe brengen, maar ja. En hij probeerde dus ook al een apneuapparaat, tenminste een droom of een slaaptest te doen. En, maar ik heb helemaal geen apneu. Ik moet er niet aan denken aan zo'n ding op mijn gezicht de hele nacht en het lawaai wat erbij maakt. En ik heb geen apneu, maar ik word wakker omdat ik slijm in mijn mond heb. Ik heb vannacht ook weer uren beneden gezeten. Dus ja, het is heel lastig allemaal. Dus ja, en ik wil toch dat mijn man een beetje zijn nachtrust krijgt. Dus dan moet ik op een kleine, smalle bankje liggen. En dan zit ik meestal rechtop hoor, want liggen is ook niet zo ideaal. Maar ja, omdat je zegt in de dokter dat je moe bent, dan gaan ze toch weer apneu doen. Maar ja, ik moet zo vaak ja, mijn slijm kwijt, dus dan moet je steeds dat masker afzetten. En vroeger hadden ze het ook niet. Dus ik wil zo'n ding niet hebben. Dus, en Peter zegt ook, mijn man, van ja, ademt gewoon normaal adem, s'nachts. Het is niet zo, hij had nooit gehoord dat ik erin zou stikken. Maar ze proberen maar steeds van alles je aan te smeren. En ik zo'n hekel aan. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil ook niet laat als ik eventueel zou overlijden. Dat er te veel aan me gerommeld wordt of zo, om in leven te houden. Nee, ja, ik wil dat allemaal niet, al die behandelingen, die chemo's, als je kanker zou hebben. Nee, ik wil dat echt niet. Misschien 1 keer of 2 keer, maar dan is het echt sloes. Dan,
Ja, dat is gewoon uitstel van de executie, vind ik. Ik wil niet dat geklooi aan mijn lichaam. Dus, ik probeer altijd onderuit te komen als dat half kan. Ook met wat ik allemaal markeer. En ik ga dan gewoon niet meer terug op een gegeven moment. Ik heb echt geen zin in om steeds maar dat te controleren. Ik ben dan wat dat betreft wel een rebel. Ik ben niet graag in ziekenhuizen. Echt niet. Ik zie wel gewoon. Het gaat al heel lang goed. Dus zonder steeds elk jaar controles voor andere aandoeningen die ik heb. Maar ik heb toch een missie, vind ik. Dus ik maak me geen zorgen en ik ben ook niet bang om dood te gaan. Dus als het zo is, dan is het zo, hè. Goed, laten we beginnen. Het is natuurlijk Sinterklaasdag, hè. Dus ik dacht, ik zoek mijn Zwarte Pietjes op. Dus de eerste die je kan kiezen is Zwarte Piet. Op zijn fietsje. En dan komen straks boodschappen van jullie geliefde. Ik leg hem even op goede volgorde. Tweede is Zwarte Piet met het speelgoed. Met zijn zak. De derde Zwarte Piet is een Zwarte Piet met zijn gitaar. En de derde Zwarte Piet is Zwarte Piet met zijn boek. Dus dat zijn de poppetjes die ik kan kiezen, de pietjes die ik kan kiezen. En dan zie ik jullie zo meteen. Tot zo meteen. Doeg! Oké, jullie hadden eerst Zwarte Piet op zijn fietsje. Ja, wat is dat? Zo'n eenwielig. En hij zit ook nog te zwaaien. Dus misschien wil hij een groetje overbrengen, jullie geliefde. Ik heb ook nog kaarten zo meteen. Zo, nog wat mee pakken zijn maar grote dingen. Goed. Jullie geliefde is hard aan het werk. Misschien aan het oosten. Hij ziet alles vanuit een hoger perspectief. Dit is van Efteling, hè? Hoe heet dat? Lange Jan of Langnek. Besef wel dat hij dingen moet doorslaan, hè? Ook vechten voor zijn geluk. Misschien waren jullie altijd al vrienden van elkaar. Misschien hadden jullie best wel schik met elkaar zonder een relatie te hebben. Ja, weer lachen. Tijd maken om te lachen. Ja, er komt ook vreugde aan als je weer kan lachen. Ja, jullie geliefde, ja, die verstopt zich een beetje. Onder deze dan een hoed. Maar die houdt zich een beetje schuil onder die hoed. Wil het nog niet helemaal zien of ziet het nog niet helemaal. Ja, misschien wordt jouw geliefde aangevallen. Is daar target? Door mensen om hem heen. Of een relatie. Ja, eigenlijk vindt hij jou simpel perfect. Dus ja, hij vindt echt jou iemand die perfect is. Die ook wel zou passen. Ik zie twee hartjes. Jullie zijn waarschijnlijk verliefd op elkaar. Misschien dat de ene het niet laat zien. Er is nog wel een blokkade. Deze persoon moet zelf het stuurwiel in handen nemen over zijn eigen leven. En het lichtje laten branden. Ja, de weegschaal moet in balans zijn. Misschien is hij toevallig de weegschaal. Of jij. Ja, er komt veel op deze persoon af. Een beetje dizzy. Ja, het is iemand die toch wel een beetje masker draagt. Maar er is wel liefde, wederzijds. Een roos, ook weer voor liefde.
Deze persoon draagt een zware last met zich mee. Hij moet de kaart trekken. Ik heb hier een letter A. Misschien van jou of van hem. Ja, jullie zijn hier eigenlijk voor misschien om de aarde te helpen. Ze zit hier op een bal. Het kan ook zijn dat... even voelen hoor. Dat hij jou als een heel mooi iemand vindt. Er is wel aantrekkingskracht. Hier hebben we de zon. De zon gaat weer stralen. Na een conflict. Ik zie allemaal mensen. Conflicten. Ik zie hier ook een zon. Er staat nog juni. Juni. Dus ja, het komt wel een vereniging, hè? Samenkomst. Je ziet hier, ja, hij moet eerst zijn eigen cup leeg drinken. Dus ja, de liefde aan zichzelf geven. En dan kan hij ook, dus de koning van bekers, kan hij ook die cup aan jou geven. Dus zelfliefde is hier heel belangrijk. Nummer 33, dat is een Christusgetal. Ja, jullie gaan op weg naar ja, thuiskomen, union samen. Dus jullie horen bij elkaar. En dit is eigenlijk een soort thuiskomen. Toevallig twee kastelen hier. Misschien wel een mooi huis. En hier staat, is een ooievaar. Ja, het betekent ook nieuw begin, hè? Want ooievaars komen altijd baby's brengen. En ooievaar staat ook voor verhuizing. Misschien gaan jullie wel dichter bij elkaar wonen of samen wonen. Of misschien ja, hebben jullie in gedachten misschien of ingegeven door het universum om te verhuizen, misschien naar een ander land. En dat staat dus echt voor nieuw begin en eventueel verhuizing. Misschien een land met heel veel kastelen. Dan denk ik aan Frankrijk of zo. Goed, dus laten we kijken wat hij wil zeggen. Wat is dat wel? Ja, die wil dat. Goed, dus zometeen komt er nog een bosje kaarten. Hier staat, ik wou dat we weer terug in de tijd konden. Ja, kan zijn dus dat er breuk is hè, tussen jullie. Ik voel een heel diep vertrouwen naar je toe. Iets wat ik nog niet eerder bij iemand heb gevoeld. Dus deze persoon wil eigenlijk opnieuw beginnen. Je bent de enige persoon waarbij ik compleet mezelf kan zijn. Ja, dat voelt deze persoon. Dat, ja, hij hoeft niet de moeite, zoveel moeite te doen om zich thuis te voelen bij jou. Kon ik maar even bij je zijn? Dus deze persoon verlangt echt wel om even bij je te zijn. Ik zie nu in dat ik toen niet de juiste keuze heb gemaakt. Sorry. Dus je hebt deze persoon jou afgewezen. En hier staat, wat zal de liefde doen? Deze persoon, ja, die vraagt zich af, wat zal de liefde doen? Dus ja, het is natuurlijk hopen dat jullie gewoon bij elkaar komen. Ik denk ook wel dat het een wens van deze persoon is. Om samen te komen. Even kijken. Ik ben vaker met je bezig dan je denkt.
Dus je denkt misschien dat dat niet zo is, maar het is wel zo. Jouw wegduwen doet mij ook pijn, maar ik kan op dit moment niet anders. Sorry. Nou weer, ik kijk regelmatig naar je foto. Dat kan ook op social media zijn, hè. Instagram, Facebook, dat soort dingen. En als je geblokkeerd hebt, dan kan je zijn dat hij via iemand anders kijkt. Ik probeer te vergeten, maar ja, dat lukt niet. Ik mis je. Dus er is een gemis. Ik zal er één doen. Wat we hebben is speciaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Voor hem is het natuurlijk, of haar, hè, voor je kijkt. Is het speciaal. Hele speciale liefde. Goed, dit was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doei. Oké, de volgende is Zwarte Piet met zijn zak. Met speelgoed. Goed, laten we kijken hoe jullie geliefde gaat. In ieder geval, ja, het is een teken. De engelen die helpen mee met deze relatie. Het kan zijn dat je een twin flame bent. Twee zielen, of samen één ziel, zeg maar. Gespleten ziel. Door midden. Ja, deze persoon moet echt krachtig zijn. Moet misschien wat opgeruimd worden, wat schoongemaakt. Misschien wordt er af en toe van zich afgebeten. Ik heb een letter K, misschien de naam, of van jou of van hem, de voor- en achternaam. Ja, lachen. Misschien hebben jullie vroeger veel gelachen samen. Of wil deze persoon weer lachen? Nog een keer lachen. Ja, deze persoon wil misschien het liefst naar je toe rennen. Of wegrennen uit de situatie. Voor jou. Ja, deze persoon wil misschien een bloemetje geven aan jou. Het kan wel zijn dat deze persoon dingen niet zo goed zag eerder. En deze persoon moet wat flexibel zijn. Hier is het boek, dus het nieuwe hoofdstuk mag beginnen. Grappig, staat hier allemaal een soort klein koraantje of zo. Dus ik kan het niet lezen. Hier vallen al blaadjes uit. Dus het nieuwe hoofdstuk, dit boek is al uitgelezen, dus tijd voor een nieuw boek misschien, een nieuw hoofdstuk. Deze persoon wil je graag een kusje geven. Heeft bepaalde geheimen, misschien nog niet gedeeld met jou. Ja, het geheim is misschien dat deze persoon heel veel van je houdt. Dat hij dat nog niet zegt. Vind jij ook een bekoorlijke vrouw? Deze persoon is erg moe. Moet veel rusten. Misschien mediteren. Nou, dat is de kroon van een koning. Moet ergens anders bij. Ja, er gaat misschien iets explosiefs gebeuren met deze persoon. Misschien een torenmoment. Iets gaat ontploffen. Deze persoon draagt wel een zware last met zich mee. Moet wel zelf aan het stuur staan. Misschien het alleen oplossen. Ja, deze persoon wil echt wegvliegen uit de situatie. Dat heeft deze persoon misschien niet gezegd. Exclusief, ja, hij vindt jou een exclusieve, mooie vrouw, hè? En als je hem als man kijkt, dan moet je even alles omdenken. Ja, deze persoon wil graag toasten
Ergens op, misschien is deze persoon ook misschien wel van een wijntje. Dus ja, die wil een goede uitkomst. Daarvoor moet deze persoon wel in zijn kracht staan. Ja, van zich afbijten. Ja, de weegschaal moet in balans zijn. Misschien ben je weegschaal of hij op dezelfde dingetjes bij de eerste groep toevallig. In ieder geval, er is een zware last om waar deze persoon mee loopt. En het kan zomaar ontploffen. En deze persoon ja, heeft wel wat inzicht. Ziet het wel van een hoger standpunt. Ja, de zon gaat weer schijnen. En ja, er komt een nieuw begin. Misschien ook een verhuizing. De ooievaar. Ja, deze persoon wil jouw kikker zijn. En veranderen in een prins. Goed, laten we kijken wat deze persoon wil zeggen. Ik ben dit niet gewend. Nee, misschien van afstoten, aantrekken, afstoten, aantrekken relatie met jou. Als ik toen zou weten wat ik nu weet, had ik een hele andere keuze gemaakt. Misschien heeft deze persoon domme keuzes gemaakt. Jouw wegduwen doet mij ook pijn, maar ik kan op dit moment niet anders. Sorry. Door de omstandigheden kan deze persoon nog niet, niet anders dan jou wegduwen. Nou, ik pak ze alle twee. Ik sta steeds op het punt om contact op te nemen, maar iets houdt mij tegen. Dus ja, misschien pak je wel net de telefoon van zal ik het intoetsen, maar nee, iets houdt hem tegen. Ik trek mezelf terug, zodat we beide een shift kunnen maken. En dat is op zich niet slecht. Gewoon aan jezelf werken. En dat doe je meestal in stilte, naar binnen keren. Wat is er aan de hand? Waarom kan ik je niet vergeten? Ja, deze persoon denkt van, nou, het is toch niet zo'n helemaal normale relatie. Want ik kan deze persoon niet vergeten. Dag en nacht mee bezig. Kijk, we gaan even goed doen. Wat is er nog meer? Jij maakt zoveel gevoelens in mij los. Ja, heel andere relatie dan wat deze persoon gewend is. Ik voel me zoveel beter nu ik op mijn eigen leven focus. Hierdoor staat de weg naar mij open voor jou. Dus even ja, op zijn eigen leven focussen. Met zijn eigen dingen bezig, naar binnen keren. Ik ga nu door een hele moeilijke periode. En misschien weet je dat niet, dat hij dat doet, hè? Misschien ben je niet op de hoogte. Nog één. Jij bent mijn stiekem verleiding. Jij maakt zoveel gevoelens bij me los. Wat heb je al gedaan? Oh ja, wacht, ik heb al gedaan. Ik ga nu door. Moeilijke periode, dat heb ik ook al gedaan. Ik kan niet van je wegblijven. Dat kon hij eerst wel, maar dat wordt steeds moeilijker. Ik begin onze zielsconnectie steeds meer te begrijpen. En dat is natuurlijk, ja, deze persoon is bewust dat dit een hele bijzondere zielsconnectie is. Dus ja, in ieder geval iets gaat, dit lag ook nog, iets gaat wel uit zijn leven. Het nieuwe hoofdstuk gaat beginnen. En misschien zit deze persoon dus ook wel in een hele moeilijke situatie, wat echt heel veel energie kost en daardoor deze persoon moe is. Maar goed, deze kikker gaat wel komen. Die wordt de prins en die komt naar je toe.
Maar ja, het is nog divine timing misschien, hè? Dat deze persoon genoeg is geheeld en uitgerust. Goed, dat was de tweede groep. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doeg! Hallo, groep 3 met de Zwarte Piet met de gitaar. Nou, kijk hoe het met jullie geliefde gaat. Ik heb nummer 1. Jij bent nummer 1. We hebben hier een letter D. Misschien is het toevallig zijn naam, hè? Er is nog een blokkade. Ja, deze persoon, ja, misschien studeert hij nog met dat boek. Kan ook zijn dat hij een nieuw hoofdstuk wil openslaan met jou. Voor zichzelf, dat kan ook. Net E. 25. Ja, deze persoon is moe. Wil uitrusten. Was dat bij de vorige groep ook. Ja, velen zijn vermoeid. Misschien slecht slapen. De I. En dan krijgen we het lettertje I. Een woordje I. Nieuw begin. En kijk, hier is een schildpad. En die komt uit ei. Deze persoon heeft er heel lang over gedaan. Maar wil nu uit het ei komen. Die wil echt zich laten zien. Voor het nieuwe begin. De roos. En deze persoon wil de prins zijn. Is het een glazen kat, denk ik. Wil de prins zijn. Kan zijn dat hij nog met een moeder met een kind zit, of dat hij zelf nog innerlijk werk moet doen. Dat kan een blokkade zijn, maar anders is de blokkade misschien een moeder met een kind, zijn kind. Ja, hier krijgen we de slak. Deze persoon doet er echt lang over. Deze persoon heeft zich gedragen als een ezel. Het is wel een goed mens eigenlijk, maar. Ja, zijn gedrag was minder. Dit is echt een gouden ezel, dus ja, hij heeft eigenlijk wel een hart van goud. Ja, zit nog ergens aan vast. En dat kan zijn dat hij nog een probleem moet oplossen. Even kijken hoor. Ja, er is hoop voor deze relatie. Deze persoon ja, gaat zijn kroon dragen. Ja, misschien wel die grapjes doen, dus knipoogt die naar je. Deze persoon, ja, die moet misschien wel af en toe multitasken. En ja, misschien wil hij wel aanraken, maar durft hij misschien niet zo goed. Ja, deze persoon wordt beschermd met een parapluutje. Ja, deze persoon, die doet heel wijs. Tof, net even een coole boy is of een vrouw. Hè? Echt van, oh, ik ben zo stoer. Ik ben een tof. Kijk, grijp. Ja, hij wil je het liefste grijpen. Niet alleen kijken, maar met je tentakels ook al vasthouden. Je grijpen. Spirit, ja. Deze persoon gaat steeds meer contact krijgen met spirit. Deze persoon gaat meer in het licht staan. En kijk, hier is 10 van bekers. Ja, het wordt een hele gelukkig gezinsleven. Veel liefde. Dat is echt een mooi, heel mooie kaart. 10 van bekers is echt ja, alles erop en na. Heel gelukkig zijn. En ook met een gezin. Deze persoon, ja, misschien dat hij veel sport. Je ziet dus zijn gewicht heffen. Er moet misschien nog een zware last meedragen. Maar deze persoon wil eigenlijk vrede met de vredesduif. Deze persoon wil je hand vasthouden. De fysieke behoefte aan aanraking is groot.
Deze zoon wil gewoon thuiskomen met het kasteel. En ja, dit is de koning van bekers, dus hij wil de liefdesbeker komen brengen. En daar heeft hij best, doet hij best lang over. Een schildpad en een slak liggen hier. Kijken wat hij wil zeggen. Ik kan mezelf niet toestaan om van je te houden zoals ik van je wil houden. Dat is een blokkade, hè? Dat is, hij moet zich dat wel toestaan. Dat hij hem de hele tijd tegenhouden. Hij beseft nu wel dat hij een beetje een ezel was. Mijn hart zegt dat ik ervoor moet gaan. Dus ja, hij luisterde naar zijn hoofd en niet naar zijn hart. Het antwoord is ja in dit leven. Dus het gaat in dit leven gebeuren dat deze persoon terugkomt. Deze situatie doet mij ook pijn. Dus niet alleen bij jou, maar ook voor hem. Ik lig ook regelmatig wakker, liefje. Ik lig weer alle twee wel wakker en elkaar aan elkaar te denken. Mijn hart maakt een sprongetje als ik aan je denk. Ik ga net de sirene af. Nu moet ik daarbij trouwens. Kijk hoor. Door jou durf ik steeds meer voor mezelf te kiezen. Dus deze persoon komt al langzaam in de kracht. Je bent de persoon waar ik altijd van heb gedroomd. Dus je bent wel precies de persoon waar hij van droomde. Wat zou je doen als ik opeens voor je neus stond? Dat vraagt deze persoon zich af. Zou je open doen? Zou je boos zijn? Ik verlang er zo naar om jou weer in mijn armen te sluiten. Ja, dat is fysiek, hè? Dat wil hij wel. Om het dus echt te spreken. Echt in je leven te zijn. Onze zielen zijn verbonden tot het einde. En het is in dit leven. Mijn liefde voor jou zou nooit overgaan. Dus denk niet dat die liefde overgaat. Het gaat niet over. Dus goed, dit was mijn reading. Vergeet niet te liken en ja, misschien te delen en abonneren. Hè? In ieder geval tot de volgende keer. Doeg! Hallo, de vierde groep, Piet met het boekje. Laten we kijken wat uitkomt voor jullie, of jullie geliefde. Goed. Speciaal voor jou, een roos. Misschien hou je van rozen. Voor jou. Deze persoon wil jou veel geven. Hij is een beetje verdrietig, hij of zij, hè? Ja, een gangster, dus hij voelt zich misschien, ja, misschien een bad boy. Een gangster. Het kan ook zijn dat hij in de bouw werkt met die helm. Hij voelt zich ook een beetje eenzaam. De eenzame zwaan. Voelt zich ook een beetje kwetsbaar. De koning die een beetje kwetsbaar is. Hij moet met zijn billen bloot. Ja. Hij moet ook de brug over naar jou toe. Hij is een beetje warrig, deze persoon. Beetje in de war. Er gebeurt veel.
De engelen, ja, die helpen hem. Heeft een goed hart, deze persoon. Doet een beetje langzaam over alles. Om dichter bij jou te komen. Hij moet echt de dingen doorslaan. Met de bel. Jij doet een lichtje over mijn stralen. Hè? Jij bent zijn vuurtoren. Maar er zijn explosieve dingen bezig. Waardoor hij best wel kwetsbaar is. Ja, hij weet wel dat het voor het hogere doel is. Dat hij zijn nek moet uitsteken om bij jou te komen. Want er is wel liefde tussen jullie. Maar hij heeft een tijdje gewoon niks gedaan. Hè, met de armen over elkaar gestaan. Misschien houdt hij van country muziek, hè, sommige. Ja, er is bescherming. Paraplu. Ja, een hartje. Er is liefde. Deze persoon wil het liefst eigenlijk wegvliegen. Met die vogel. Jij bent uniek. Hij weet dat jij uniek bent. Ja, je bent bekoorlijk. Sneeuwwitje. Misschien heb je ook al bruine haar of donkere haren. Half lang. Ja, hij geeft je eigenlijk een duimpje omhoog. Hij vindt jou goed, goed bezig. Ja, misschien heeft hij een verslaving, een gokverslaving. Misschien wilt hij een kansje bij je maken. Dat kan ook. Ja, er ontbreekt nog iets in zijn leven. Het laatste stukje. Ja, er is liefde. Jullie houden van elkaar. Ja, hij wordt misschien aangevallen als doel. Een target staat hier. Dus ja, misschien heb iemand op hem gemunt. En dat geeft een explosieve situatie. Deze persoon ja, denkt veel na over jou en de situatie waar hij in zit. Ja, hij wil een schot in de roos doen bij jou. Hij wil echt jouw richting op. En hij wil gelukkig zijn. Want er is liefde. Er liggen twee hartjes. Jullie houden van elkaar. Maar er is toch iets waar hij ja, verdrietig over is. Voelt zich aangevallen. Moet staat iets ontploffen. En dan moet de brug over. Hij voelt zich echt kwetsbaar en warrig. Dus ja, dit was deze ja, voorwerpjes. Laten we kijken naar de kaarten. Ik wist er nog meer wat wil deze persoon zeggen. Mijn hart maakt een sprongetje als ik aan jou denk. Zie? Dat helpt hem wel. Ik heb het gevoel dat ik je al veel langer ken. Ja, dat kan uit het vorige leven zijn ook, hè. Ik kan niet van je wegblijven. Nee, dat doet hij misschien nou wel, maar het is om dingen op te ruimen in zijn leven. Ik wil je graag vertellen hoe ik me voel, maar ik ben bang dat jij niet hetzelfde voelt als ik, hè, als mij staat er. Je denkt misschien van niet, maar je betekent echt iets voor mij. Ik droom over een leven samen met jou. Dat kan zijn dat die persoon het niet laat merken. Hier staat niemand is vergelijkbaar met jou. Hier staat ik weet dat je gelijk hebt, maar ik had naar je moeten luisteren. Het ligt niet aan mij, het ligt aan mij, niet aan jou. Hij weet ook dat jij ja, op dat moment misschien de wijste was. Het is gewoon zo overweldigend allemaal. Ja, dat vindt deze persoon. Het komt veel op hem af.
blijf je licht naar hem toe sturen. En je liefde, het begrip voor zijn situatie, wat het ook is, hè. Iedereen natuurlijk verschillend. Je bent het mooiste wat mij is overkomen. Nog eentje. Oké. Mijn hart zegt dat ik ervoor moet gaan. Ja. Je moet gaan luisteren naar zijn hart. Goed, maar hij is dan een beetje in de war. Dus heb daar begrip voor, hè? Dus het komt goed. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doeg!